Na onze bevindingen bij AVAC zijn we heel erg benieuwd wat wethouder René de Heer hierover te zeggen heeft. Nou hebben wij even een onderzoekje gedaan. Dat wil ik weer even aan u laten zien. Dat is een video. En daarin hebben we eigenlijk even onderzocht hoe het nou is om zo'n fiets op te halen bij AVAC. We willen graag even dat u naar de video gaat kijken. Ik heb mijn fiets gevonden op verlorenvermonden.nl. Maar ik vond het wel een beetje... Ik heb wel genoeg gezien. Ja, heb je genoeg gezien? Ja, precies. Wat is zo uw eerste reactie hierop? Dat jullie mensen op het verkeerde been zetten met valse aankoopbewijzen, valse verhalen. En daarmee proberen mensen die daar ter goede trouw fietsen ophalen en uitgeven, jullie onder valse voorwenselen fietsen meegeven. En dat vind ik heel ongepast. Dat begrijp ik, maar we hebben geen vals aankoopbewijs hebben we helemaal niet laten zien. We hebben helemaal niet daarover gehad. We konden zo een fiets ophalen en dan door te zeggen dat het van ons was, konden we die zo ophalen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, maar je hebt onder valse voorwenselen iets gedaan en dit zou voor mij kunnen betekenen dat ik aangifte ga doen, omdat er vier fietsen zijn gestolen. Maar dat zou niet mogen kunnen. Ik begrijp niet hoor, als mensen fietsen nodig hebben, ga je naar de fietsenmaker en dan koop je er een. Ik ga niet meebewegen met een trend waar ik niet van hou. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar wij willen ook alleen dit aantonen, we zullen de fietsen ook keurig teruggeven. Jij hebt aangetoond dat als je een goed smoesje hebt, dat je de fiets mee terugkrijgt. Dat zou ook kunnen betekenen dat iemand die daar wel ter goede trouw, niet wetende dat je je fiets daar niet kon terugzetten, die fiets misschien ook wel had teruggekregen. Dat vind ik gastvriendelijk. Maar wat jullie hebben gedaan is dat onder valse voorwenselen gedaan, om ervoor te zorgen dat medewerkers in een kwaad daglicht worden gesteld. Nou, dat is jammer. Maar de regels worden hierdoor aangescherpt. En dat is hetgeen wat je bereikt hebt. Nou, gefeliciteerd.